Mirjam en ik heb zo'n Skype-afspraak met Lara van Intergalactic Lovers. De Belgische band heeft in februari hun tweede album uitgebracht, Little Heavy Burdens, en zijn op dit moment flink aan het toeren. Waar ben je nu? Ik ben nu momenteel op mijn slaapkamer van vroeger, want ik ben bij ons mama nu thuis, omdat ik binnenkort vertrekken we weer, dus ik zit niet in Antwerpen in mijn appartement, dus ik zit nu in mijn... Heel raar, vandaar het roze behangpapier met de olifantjes op en dat. Dus zit ik zo in mijn slaapkamer van vroeger, ja. Leuk. En hoe gaat het nu? Want jullie hebben zwaar getoerd. Ja. Zoals ik al zei, een beetje moe. Want het kruipt wel een beetje in de kleren. Maar dat ligt denk ik gewoon aan het tempo of zo. Van niets willen missen en elke dag willen blijven plakken na de shows. En dan altijd heel vroeg moeten opstaan om dan heel veel te rijden. Maar ik ga echt niet klagen. Het is echt super, super leuk. En nu vertrekken we donderdag tot zondag. En dan zijn we week... Is Nederland deze week, hè? Ja, het is deze week. Goed, Lara. Flink zo. De week erop is weer Nederland. Dus het is echt, ik kijk er echt naar uit. Ik heb wel zin in festivals eigenlijk. En zo. Dus ik heb er echt zin in. Mooi, hè? Want je staat ook op Pinkpop. Ja. Ja. Ben je daar al eens eerder geweest? Nog nooit. Want elke keer als ik daar naartoe wou gaan, was dat zo van, mocht niet van mijn werk. En omdat ik dan andere festivals had met die eigen groep, moest ik zo kiezen. Oké, dus het wordt voor mij de eerste keer Pinkpop ooit. Maar Zwarte Cross heb ik dan weer wel al gedaan. Dus, maar Pinkpop ben ik heel, heel benieuwd naar. En hoe was Zwarte Cross bevallen? Hilarisch. Echt zo grappig. Dat is gewoon... ik moest daar spelen samen met Drive Like Maria, dus dat was gewoon heel tof. En dan daar zo rondlopen. Kun je me zeggen dat in Nederland ook zegt, echt zo gewoon figuren tegenkomen. Dat je zo, dat je altijd denkt van, ah, moest mama hier nu geweest zijn, dan zou ze mij echt nog maar normaal gevonden. Want meestal ben ik zo'n beetje de rare, dat ik altijd denk van, zie je wel? There are people even way stranger than I am. Dus dat is wel, dankjewel Zwarte Cross daarvoor. Ja. Duitsland, hoe reageerden ze op het nieuwe album? Zeer positief. Het is zo zot om te zien, vooral omdat België zo klein is, dat Duitsers echt zo 5-6 uur rijden om naar een optreden te komen kijken. Sommige mensen, dan toeren we 3, ja, of gelijk een week, en dan zie je die mensen 3-4 keer, terwijl die rijden echt soms 8 uur om te komen kijken, wat ik op zich een beetje geschift vind, maar ik vind dat is wel leuk. Dat is wel tof, ja. Ja, voelt het ook gek dat mensen dat voor je optreden over hebben om zo ver te rijden? Ja, wel, ik ben nu zelf naar 2 verschillende landen gereden om 2 groepen te zien, dus ik snap het wel. Maar zo, om zo elke dag een groep mee te volgen, dat zou ik een beetje raar vinden. Ay, omdat ik misschien moet gaan werken of zo, of, ik weet het niet. Maar ik vind dat wel heel tof dat die mensen dat doen. Maar nadat ik War on Drugs gezien heb en nu ook Future Islands, het is dat ik tegen mijn vrienden heb van, als die nog eens komen, dan moeten we die gewoon een week volgen, want je krijgt daar zo'n energie van. Dat is echt te werk verslavend. Ja, oké, ik zou het ook kunnen. Moest ik tijd en geld hebben, ik zou het ook doen. Voor The War on Drugs, of is er nog een andere band waarvan je denkt, nou, die zou ik echt... Arcade Fire speelt, denk ik, de dag na ons op Pinkpop. En ik weet nog niet hoe dat ik het ga doen, maar ik ga proberen zo mezelf ergens in de grond in te graven, zodat ik toch zo de dag daarna ook kan blijven, om die een band is live aan het werk te zien. Want ik denk voor de groep ook, dat is echt een enorme een band waar we heel hard naar opkijken. Gewoon omdat dat zo een familie is-achtig iets. En ook gewoon elke plaat dat die maken, ofwel, ze zijn misschien niet altijd van de eerste keer direct mee, maar zo na 2-3 keer luisteren, denk je van, fuck, dit is echt geniaal. Wat is het grootste verschil tussen jullie vorige album en deze, en Little Heavy Burdens? Ik denk dat het allergrootste verschil is dat we, het is veel coherenter als plaat. Als je die eerste plaat oplegt, dan denk ik altijd zo, ik kan pinpointen van, dat is die maand opgenomen en 4 maanden later hebben we dat nummer opgenomen. En of
wanneer dat geschreven is, het is een plaat dat ik nog altijd zot fier op ben. Maar deze is... Het klopt zo. Het loopt zo mooi naar elkaar over. En het is zo'n verhaaltje het is één verhaal. Terwijl de andere is misschien een verzameling van sprookjes. En deze is gewoon één groep met hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. En dat vind ik zo, het glijdt meer. Maar je hebt het in Toscane hebben dit opgenomen in één keer, toch? Heeft dat er ook mee te maken dat het coherenter is geworden? Ja, ik denk het is ook. We hebben het opgenomen in de studio van Drive Like Maria. Dus, we hadden gerekend voor een maand. En uiteindelijk heeft dat 2,5 maanden geduurd. Dus dat was vrij zwaar, omdat je zit een maand weg van werk, van thuis, van familie, van alles dat je graag ziet. En je zit wel bij mensen die je heel graag ziet. Maar dan, als een termijn begint uit te lopen, en zeker zo lang, dat begint. Er gebeurt daar iets. Want ook al is de scenery ongelooflijk mooi en is het eten zeer lekker en je bent aan iets aan het werken dat echt zo dicht bij je ligt, als je zo lang wordt onttrokken, dat zit daar ook in die plaat. Je hoort dat gewoon, dat is zo stom, hè? Want ik kan dat dan pinpointen van, ah ja, en toen was ik echt kwaad. Ik kan me die een take echt wel herinneren. Ik dacht van, nee, ik wil nu naar huis en is niet genoeg. Op momenten voel ik dat ook als vroeger, als je je huiswerk aan het maken bent, of dat je ouder je aan het opvragen waren, dat je echt opnieuw en dat je echt het nut er niet van inzag, dat als je punten had en dan van, dank je mama om zo hard te pushen. Maar op het moment zelf denk je gewoon van, laat me met rust. Ik wil nooit iets met rust kunnen doen. Maar je hebt soms gewoon die een duw nodig. En hij heeft je een echt wel gegeven. Maar ik denk dat iedereen super content is van het resultaat. En dat is het belangrijkste gewoon. Heel erg bedankt voor het gesprek. Heel, heel graag gedaan. We are